De Volksuniversiteit Os heeft deze week het nieuwe cursusaanbod voor het komend seizoen gepresenteerd. Opvallend is dat er naast het aanbod voor particulieren steeds meer aandacht is voor cursussen voor bedrijven. Heeft dat misschien te maken met de verminderde subsidie van de gemeente? Dat is absoluut geen gedwongen keuze. Wij merkten steeds vaker dat er vanuit het bedrijfsleven vraag kwam naar cursussen. En dan heb ik met name cursussen over op maat. Dus op maat gemaakt voor het bedrijf. Dat hebben we dus regelmatig gedaan. Maar op een gegeven moment werd die markt zo groot dat we nu echt de zakelijke markt op zijn gegaan. We hebben een accountmanager aangenomen en zij is daar volledig mee bezig. Volgens Goossens lopen de cursussen voor bedrijven boven verwachting en kan dat op termijn een belangrijke extra inkomstenbron worden. Een deel daarvan kan dan ook weer geïnvesteerd worden in het cursusaanbod voor particulieren. Bij die groep zijn de taalkursussen altijd erg populair, met dit jaar ook aandacht voor hoogopgeleiden die hun talen willen bijspijkeren. Bij het samenstellen van het programma wordt vooral gekeken naar de vraag die er is bij het publiek. Maar het is ook een stukje visie. We kijken natuurlijk waar gaat de markt heen, wat zijn de economische tijden. Bijvoorbeeld de persoonlijke ontwikkeling, een hele belangrijke pijler. Was vorig jaar zo, gaan we dit jaar mee verder. Dan heb ik het inderdaad over cursussen social media, omgaan met Facebook, met Twitter. Maar ook social media voor een ZZP'er, een kleine zelfstandige. Hoe kunnen zij zich beter positioneren in de markt? Dat zijn echt allemaal cursussen waar behoefte aan is. Dus we kijken zeker naar de markt. In deze tijden van bezuinigingen verlangt de politiek van de culturele instellingen dat ze zoveel mogelijk samenwerken op het gebied van hun aanbod en bijvoorbeeld ook wat betreft huisvesting. Ja, dat proces is eigenlijk volop in gang. Wij staan daar zeker voor open. En ik denk dat het belangrijk is dat iedereen weet dat alle instellingen dezelfde insteek hebben. Uiteindelijk doen we allemaal voor het OSSE publiek zorgen dat er een mooi cursusprogramma staat. En hoe dat verder in de toekomst zal gaan, ja, daar zijn we dus volop in gesprek met andere instellingen, met de gemeente. Mensen die zich voor 1 juli inschrijven voor een cursus krijgen trouwens een korting van 10%. En dat heeft alles te maken met het feit dat de Volksuniversiteit in Nederland dit jaar 100 jaar bestaat.